Welkom bij weer een aflevering van SS Belgium League. Deze maand hebben we bij ons een box-to-box speler met ook nog een neusje voor de goal. Hij speelt bij Anderlecht en we gaan hem er direct bij halen. Pieter Gerkens. Hallo Pieter, welkom bij ons. Bedankt dat je hier vandaag wilt zijn. Nu, heel België weet ondertussen al dat jij technisch wel een heel sterke speler bent. We hebben je al heel mooie dingen zien doen op het veld dit jaar. Maar wij gaan vandaag eens testen hoe technisch sterk jij juist bent. Akkoord? Oké, akkoord. Oké, prima. Dan gaan we aan beginnen. Jongens, zoals jullie weten, doe ik elke maand een nieuw trucje met een nieuwe speler. Deze maand heb ik Pieter Gerkens bij mij, die mij volop gaat assisteren in het nieuwe trucje. Dus we gaan eens direct kijken wat Pieter van mijn trucje vindt. Pieter, klaar voor? Dat weet ik niet. Ik hoop. En Pieter, wat vond je van mijn truc? Zeer sterk. Jawel, ik denk niet dat ik het zelf kan. Nee. Maar natuurlijk ben ik wel benieuwd wat Pieter zijn favoriete passeerbeweging dan is. Ik heb al heel veel naar Anderlecht gekeken, maar nu kan ik eens live zien hoe hij in actie is. Oké, Pieter, laat maar zien. Dit is echt een passeerbeweging. Ja. Wauw, Pieter Gerkens heeft een geweldige techniek, jongens. Hey, en Pieter, dankjewel. Geweldige truc. We hebben alle twee ongeveer dezelfde beweging. Hij gaat er alle twee over, maar jouw manier vond ik toch nog een beetje spectaculairder. Nu, onze kijkers mogen natuurlijk ook altijd zelf beslissen welke beweging ze het mooiste vinden. Commentariëren kunnen we hieronder doen. She too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me back. Just cause they heard what I'm from, they think I'm. Oké, we zijn klaar voor de volgende uitdaging. De volgende uitdaging bestaat natuurlijk uit onze crossbar challenge. Ik mag het tegen Pieter opnemen om het meeste ballen op de crossbar te trappen. En we gaan eens kijken wie de Oké, Pieter, onze crossbar challenge zit erop. Ik moet zeggen, ik ben erg onder de indruk. 3 op 4, zeer sterk. Maar laat ons zeggen dat ik lid gewonnen ben vanwege de Rabona. Ja, wel ben ik mee akkoord. Oké, goed. Blij dat we ons altijd een kunnen winnen. Ik ben super fier, want ik heb dus eindelijk een challenge kunnen winnen van Pieter Gerkens. Te sterk. Mogen natuurlijk niet te laat roepen, hè, want anders zijn we hem binnenkort kwijt. Pieter, we gaan nog eens zien welke challenges wij nog samen kunnen doen. Goed? Top. Father God,
I just wanna live life. Life. Lamborghini loud pipes. Lamborghini. Remember all the trial nights. Trial. Pull up in the poltergeist. 100,000 on me, yikes. Yikes. Shadow was sucking too sloppy. He was too sloppy. I had to roll the dice. Woo. They think that I'm Luminati. Cause of my profit. Pull up in poltergeist. Woo. You had a nigga that's popping. Huh? But you got nothing, bitch. You ain't do it right. Bitch. Traveling across the country. I been get money. Say you get who or not. Cool, make a bitch get a Kruger fright. You was a bitch and your cruiser died. I was born to be what I'm going to born. The raindrops on me like a storm on me. Raindrop. He lick at my charm, but I'm on it. Huh? The devil keep trying to come conquer me. Smoking OG in a Fontaine. Dropping the deuce in a pure leaf tea. WK-selectie of Gouden Schoen? WK-selectie. Nainggolan of Martinez? Nainggolan. Premier League of La Liga? Premier League. Straatvoetbal of futsal? Futsal. Assist of scoren? Scoren. Wie is het grootste talent van de Jupe der Pro League? Volgens mij is dat Francis Amouzou. Is een speler van bij ons bij Anderlecht. Het is een jongen met een hele grote toekomst en heel technisch geladen, heel snel, dus is iemand waar we nog zeker van gaan horen. Ben je tevreden over je eerste seizoen bij Anderlecht? Jawel, ik denk dat ik zeker niet mag klagen van mijn eerste seizoen bij Anderlecht. Ik heb nooit verwacht had om zoveel wedstrijden te spelen, dus in die zin ben ik zeker. Wat zou jouw droomtransfer zijn? Ik ben altijd supporter geweest van Liverpool, dus als ik ooit voor Liverpool zou mogen voetballen, is dat Wat is je favoriete vakantiebestemming? Ik denk dat Valencia mijn favoriete vakantiebestemming is. Ik ben er tot nu toe één keer geweest en ik heb me daar heel goed geamuseerd. Wie krijgt de meeste panels op training? Ik denk Frank Boeks. Als Frank wilt meespelen, dan gebeurt het wel eens dat hij als een mening gespeeld wordt. Jammer genoeg speelt hij niet zo vaak mee, maar ik denk dat als hij meedoet, dat het toch direct over zijn. En wie deelt de meeste panna's uit in je team? Ik denk Francis Amouzou. Wat ik al zei, een hele goede techniek. Dat is wel iemand die dat laat zien. Deze aflevering van de SS Belgium League zit er weer op. Bedankt aan Pieter Gerkes van RSC Anderlecht om er vandaag bij te zijn. Voilà Pieter, we hebben hier een SS Belgium petje voor jou, speciaal. Hè? Jij hebt ook iets voor ons? Ja, inderdaad. Dit truitje krijgen jullie van mij. En ik zal het zelf nog tekenen en dan komt het. Een gesigneerd truitje van Anderlecht van Pieter Gerkes. Dat kunnen jullie winnen. Wat moeten jullie doen? Volg Pieter Gerkes op Instagram. Volg Street Super Belgium op Instagram. En abonneer je natuurlijk op ons YouTube kanaal Street Super Belgium. Tot de volgende!